We zitten in de gondel en we gaan naar de Funberg. En daar gaan we rodelen. En dan gaan we heel erg ver naar beneden en super snel. En daar gaan we nu naartoe met deze kabelbaan. We gaan ook nog de Aquatrail wandelen, 1,5 kilometer. En hebben we uitzicht op Slovenië en Italië. We hebben zojuist van onze gids Christophe gehoord dat dit de grenssteen is. Dus ik sta nu in Oostenrijk, nu in Italië. Dus Grüß Gott, ciao. En als je heel goed kijkt, dan heeft hij mij verteld, kun je zien dat de O eigenlijk ook een soort D is. Dat komt omdat in 1938, toen stond hier een O, maar toen heeft Hitler, toen hij Oostenrijk bezette, heeft hij er een D van gemaakt. Ik weet niet of hij dat zelf heeft gedaan, maar overal de grenssteen is er een D van gemaakt. En na de oorlog zijn er weer twee puntjes opgezet, dus is het weer een O van Oostenrijk. Naar beneden. Ik heb het een keer eerder gedaan, maar die was volgens mij niet zo lang als deze.